Wij bevinden ons op het bedrijf Tomatenmasters, gelegen in Deinze op de grens met Kruishoutem. Het is een familiaal tuinbouwbedrijf dat sinds jaren al zorgt voor tomaten voor verse consumptie. Een tomatenplant heeft veel behoefte aan water. Een volwassen plant gebruikt ongeveer op een zonnige dag 3 liter per dag. En er staan hier meer dan 500.000 plantjes, dus er is heel wat water nodig. Van waar halen wij dat? Wij vangen al het regenwater dat op de serres en op de loodsen valt, dat vangen wij op in open bassins. We hebben een totale opslagcapaciteit van 125.000 kub. Dat water gebruiken wij om aan onze planten te geven, samen vermengd met meststoffen. Wij werken ook samen met het bedrijf Omega Baars. Omega Baars kan 20 miljoen liter van het regenwater dat we opvangen gebruiken. De vissen zwemmen erin. De vissen verrijken dat met hun uitwerpselen. En na filtering komt 90% van die 20 miljoen liter water terug op het bedrijf. En dan is dat water verrijkt met die uitwerpselen. En daardoor kunnen wij 15% van onze kunstmest vervangen door organische mest. Tomatenmasters en Omega Baars is een mooi voorbeeld van hoe twee bedrijven hun handen in elkaar hebben geslagen om hun water uit te gaan wisselen en daarbij hun steentje bijdragen aan circulair watergebruik. We hebben in Vlaanderen meer nood aan circulair watergebruik om naar een robuust watersysteem te gaan en om op die manier de droogtes te vermijden die we de afgelopen zomers hebben meegemaakt. Bedrijven investeren al langer in waterbesparende maatregelen en ze zullen dit ook blijven doen. Uit de recente VOCA-peiling blijkt dat 8 op de 10 bedrijven zullen investeren in waterbesparende maatregelen in de komende 5 jaar. Maar we zien dat maar slechts 1 op 10 van de bedrijven denkt aan een samenwerkingsproject. Nochtans, hier zit enorm veel potentieel in. De samenwerking met Omega Baars is uniek omdat de vissen daar plantaardig gevoed worden. Moesten zij met vismeel gevoed worden, dan is dat water veel te zout en dat kunnen wij niet gebruiken in ons tuinbouwbedrijf om aan de planten te geven. Maar dankzij die plantaardige voeding is dat uitermate ideaal geschikt om terug te geven aan onze waterplanten. In een recente VOCA-paper, De droogte voorbij, geven een aantal aanbevelingen. Zoals het geven van een incentive voor bedrijven die hun afvalwater ter beschikking willen stellen aan een derde bedrijf. Op dit moment moet dat bedrijf nog steeds een dozingsheffing betalen, hoewel het afvalwater wordt hergebruikt in een nieuwe toepassing.